Je dan ginderen, even dan hou je zo dan. Goal voor de Black Angels vanaf de 8-yard-lijn van de Gators. Eerste play van het second quarter. Rashidi. Wonder kan je nog wel zetten, bal klaar voor Thomas Boehoe. En die trap. Dat was een hele goede kick. Ekker! Stop hier! Ekker! Ekker! Dit is jouw nasty goal center. Het enige team zijn dat het loopt dat is. Kijk dan wel. Omdat er ook een paar special boys zijn. Ik zou niet als pet gespeeld. He's gonna get his mouth shut. Oh, God! Oh yeah! Tegen de Angels zo? Ja. Was die daarvoor? Deception! Dat was ook geen lawaai. Oh, goeie vent! Ze zetten eerst uw meter. Ze zetten de offensive coordinator. 4-10 bij de Gators. Turnover on down. Dingen, bak je nog aan je mee? Ja, die van die laatste. Ja, die van die laatste. Ik weet ook niet waar het op prijs gaat zijn, dus. Ja. Curieus. Ja, voor ons allemaal. Pintje. Mag jij? Aquarius. Ik ga naar cola. Cola. Run van de Black Angels.
Opnieuw Sam Bakamwabo met de bal. Oh, we waren eigenlijk van plan om Ginderen. Dat is onze voorzitter Mark, reken de keer aan. Ik heb al gezegd dat we de game film al gaan delen, Mille. De skyboxen hier van. Serieus? Hey, dat is. Dat is nog niet zeker. Dat schijnt heeft dat. Ja, maar ik heb de, we gaan erachter pushen. Hè. We gaan dan nog meetings hebben met specifiek voor al die zaken. Maar ik heb nu al aangegeven. Ik ga dat komen. Zeg, Gelle moet toch spelen? Nee. Ja. Tegen ons of wat? Ah ja, nee, het is juist, wij spelen tegen de Lions. Zoom in. Ja, zit daar op de FFL-page. Hier is je game tape. Eerste wedstrijd van het seizoen, nee, of tweede was. Hoe voorbereid? Als je nu al oud. Oei, je zet dat hier allemaal in klank op. Fucking hell. Misschien kun je dat elf minuten zeggen. Oh, het is maar een beetje trend. Ja, de mogelijkheden zijn natuurlijk ook weer immens. Hè. Als ze die tribune laten staan, goh, ja, niet dat we... maar misschien geleidelijk aan. Hè. Nu is het dat, dan rust, laat dat een jaar of twee goede werking hebben. En... ik heb al zo ooit een boek gehad, kan ik zien of ik hem nog liggen heb. Zo van die gasten die dat alle sportmateriaal dat je maar kunt bedenken. Maar het zit daar zo'n balkje in ook, dat ze van zo'n fluitend geluid geeft. Ah ja, oké. En... no. Ja, dat was natuurlijk van die fluttentjes als dat white was in die... Wow, 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 wow. Van dat dan toch zijn. 2 of 24, zal zoiets zijn. En de Gators ook maar met 25. Ja, hoe komt dat? Dat is heel zorg. Pas, achter voorover. Ja, ze hebben dat wel wat doen, maar die heeft ook voetbalcommentator. Die probeert ook zoveel mogelijk voetbal te doen en dan een beetje vanaf hoeveel keer als ze hem inzetten. Maar we willen hem daar ook voor open houden. Want ja, er kwam een, maar ik zou het raar vinden dat we die hem niet opbouwen. Nee, maar dat is ook heel duidelijk ook tegen hun gezegd van ja, onze Belgen krijgen ook speelkans. Maar het is fantastisch. Hè. Ik wil het echt hier in België een keer hebben alignen. Dat is zo de logischste tanner. Kom maar mij. Sir. Dat is echt sir. Het is de dingen beleefd uit. Ja, ja, kidding. Wide open. Waarom is je knie niet echt op de grond? En dat is dat wel. We moeten inderdaad wel opletten, maar drie. Van Killens naar de voet kregen. Het extra punt van de Russen voor de 7-7. Probleem met Beckham. Van de bal. Killens. Derde poging voor de Gators. You bleed like shit, dude! Dat is een beetje
Bam. Lekker erin. Hetzelfde als u. Hey, zo'n slechte zin. En ik wou aan Hans vragen, die zit zo in zo'n fanfare, betrommels en zo'n shit. Dus, dat krijg ik misschien nog wel in. Ik denk trommels. Koeken! Return door. Die stopt nou voor. Op een ja. Die liep er midden van tot de oh, damn, nee. Ja. Ik zie zo waarom wil jij niet naar de nu? Philips op veel onder druk, maar deze keer gaat hij echt niet vrij van de bal op de terug gooien. En dan is het Yannick Hupeda. Under pressure. De zak weet de boeken. Vierde zak in deze wedstrijd voor de Black Angels. En een vierde poging en oneindig voor de Red Taters. Die de bal zullen wegdrukken. Geen druk deze keer op Willems bij de punt. Pas van Kevin Noël, gevangen door Gaetan de Bek. Het was al een tijdje geleden dat we Sam van gaan maken. De weak side. En deze plaats van de Russen wordt. Ook als we bij het einde van het derde kwartier. We wisselen van kant. Met de Gladiators die net in balbezit gekomen zijn na de onderschepping. Een derde kwart waarin de Black Angels een tandje bijgestoken hebben. Oh!
Wat is? Dit keer. Oh, me neither. I've been looking for him hard. Dingen vinden dat ze moeten doen. Iedereen die kan doen, zo waar. Ik heb natuurlijk veel dienst gedaan waar ik eigenlijk mijn man niet had baan gezet. En dan beginnen we weer. Nee, dat is dan kort bij je centrum. En dit keer slaat hij wel iemand wat te doen en zo op het zeven. Dat wordt gewoon geteld. Wat een Nee joh. Nee, die gaan goed, hè. Ja. Oh, goed, goed, goed. Ja, dat is goed. Dat is een tikkel. Ja, zo, alleen maar zo. Uit de vallen. Was dat de bedoeling? Ik denk het ook. Op z'n weer. Dat geluid, dat ken ik al. Nog op de dek, precies al. Zwicht, zwicht, daar zijn. Oh, nice man. Hij scoort de bak van die Vince Thomas Bureau. En hij scoort de touchdown voor de Black Angels. 33 gescoord. Die andere man zou worden dat hij eens moet. Die gaan ze waarschijnlijk op huur zitten. Die gaan ze groter dan zo. Misschien dat ze die andere man hebben. En die hebben gezegd, pijn dit. Allee, gast, zeg eens Ik heb al mijn niet ik heb al mijn niet ik kan hem niet om de goede kant hangen. Oh, stop.
Nee. Deze kunnen we niet doen. Oh, shot! Oh, that's intentional ground. Oh, yeah, it's out.